Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Vandaag hebben we twee leuke prijzen voor één van jullie, voor twee van jullie. En dit keer mag je zelfs kiezen waar je voorkeur voor hebt. Want we hebben namelijk twee echt verschillende prijzen. En dat is bijvoorbeeld wat ik hier heb. Een complete skincare pakket van Kruidvat. En het is nog nieuw. Maar dit is wel voor vrouwen van boven 24 jaar. Tenzij je mee wilt doen bijvoorbeeld voor je moeder, je tante of oma. Ja. Dat mag natuurlijk ook. Ja. En wat Indy heeft is een... DIY kit. Ja. En hiermee kun je je eigen bodycreme maken of body scrub. Dus echt heel erg leuk, ja. Want je kunt er van alles aan toevoegen. Het hoeft niet, je kunt het ook zo gebruiken. Maar wij gaan er wel wat aan toevoegen en we gaan het laten zien. We hebben hier namelijk al een grote bak water staan. Ja. We hebben allebei een mooi handdoekje. En even voor de duidelijkheid, ik ga niks op mijn arm hier doen vanwege de tatoeage. Die is natuurlijk nog niet helemaal geheeld. Dus daar ga ik niet op zitten scrubben nu, want dan gaat het niet goed komen. Nee. We gaan beginnen met de DIY kit. Dus ik zet de skincare kit even aan de kant. Ik pak water ook. Even kijken tot hoe ver dichtbij we kunnen komen. Ja, nou ik ga hem vast openmaken en kijken wat erin zit. Want... Nou, ik weet het dus al. Ja, het staat ook achter de... Ja, verpakking. Zal ik het eerst voorlezen? Ja. Het is een DIY kit van Originals. Dat is het merk van Kruidvat zelf. En het is een body cream, maar je kunt zelf nog dingen toevoegen, zoals honing voor extra hydratatie, een mint voor refreshment, voor frisheid, en suiker voor peeling, dus een scrub. Dat gaan wij dus doen. Ja. En, maar je kunt bijvoorbeeld ook nog olijfolie erbij doen voor nourishing, dus dat is extra voedend. Cacao. Cacao voor feel good effect, dus dat je gewoon, ja, lekker effect, ruikt lekker. Honing, echt. Ja. Van alles. Van alles. Even kijken. Kruidvat Originals biedt sinds 1975 al. Ja, heel... Fijne verzorgingsproducten voor de huid, gebaseerd op herkenbare ingrediënten. Kokosolie is bekend om de verzorgende en hydraterende eigenschappen. Dat klopt. Geschikt voor de droge huid. Kruidvat Bodycreme Kokosolie voedt, beschermt en biedt hydratatie voor een fluweelzachte huid met een heerlijk exotische geur. Dermatologisch getest, goedgekeurd. Deze bodycreme is geschikt om solo te gebruiken, maar is speciaal ontwikkeld om op magische wijze te veranderen in een persoonlijke homemade behandeling door te mengen met een natuurlijk ingrediënt. Ja. Wat wij dus ook gaan doen. Dan kon je voor rietsuiker kiezen, maar wij hadden dit al in huis, gewone suiker. Dus ja, dat gaan we doen. En dan zal ik nu laten zien wat erin zit. Ja. Pak je de tube maar. Ja. Er zit natuurlijk een tube in met bodycreme. Ja, die heb je sowieso nodig. En dit kun je natuurlijk al sowieso gebruiken. Daar hoef je niet per se iets toe te voegen. Nee. Maar er zit ook een, en dat vind ik zo leuk, een glazen kommetje. Waar ook echt op staat Kruidvat Originals. Ja. En een spateltje, want dan kun je het roeren en aanbrengen. Nou, ik vind dat echt... Dan heb je dus ook gewoon echt een DIY kit. Ja, ik ben heel benieuwd hoe dit gaat worden. Er zit trouwens best veel in. 200 milliliter. Zo. Ik heb eigenlijk geen idee wat het kost. Dus, maar ik weet dat deze producten van Kruidvat nooit heel erg prijzig zijn. Nee, nou. We gaan het dus maken in het kommetje. En de bedoeling is 2-1. Dus we gaan 2/3 van de bodycreme erin doen. En 1/3 suiker. Ja. Ga je erin gieten? Nou. Ik zeg wel ho. Ja. Knijp, knijp, knijpen. Ho. Zo. Ik denk dat we met z'n tweeën echt wel zat hebben aan dit. Ja. En nou gaan we er dus suiker bij doen. Dat ga ik doen aan hem vast. Ja. Een lepeltje. Oeh. Ruiken? Ja. Oh, lekker. Ja. En niet echt heel zwaar kokosgeur. Nee, het is heel zacht. En ja. Heel lekker. Heel lekker. En dat zeg ik niet zo, maar als iets vies is, zeg ik het ook. Ik ben heel benieuwd. Ik doe er 2 theelepeltjes suiker bij in. Is dat een beeldje? Ja. 1, 2. Nou. Suiker overal. En dan mag je mengen met het spateltje. Zal ik het voor de camera doen? Ik heb iets langere handen. Ja.
plaatje naar voren. En dan ga je mengen totdat het een glad mengsel is. Oh. En dan wordt het natuurlijk dikker en plakkeriger omdat er iets doorheen komt. Ja. Maar suiker is natuurlijk wel een van de meest natuurlijke ingrediënten waar je mee kunt scrubben. Dat wordt al dikker. En wij gaan even onze handen en armen, onderarmen hiermee scrubben. Ja. Het wordt echt glad. Ja. Er stond ook namelijk mengen tot een glad mengsel. Maar ik denk, dat kan toch niet met suiker. Het wordt echt heel glad. Smooth operator. Zo. Juicy. Kijk. Het ruikt echt heel lekker. En nou ietsje zoeter. Ja. Nou, jij een flinke klodder even op je hand. En dan ga je het op je onderarm aanbrengen, ja? Zie je in beeld? Klodder. Onderarm. Klodder. Oh. Ik heb glitter op mijn hand. En nou dus. Onderarm. Oeh. Ah. Het scrubt echt goed zo met suiker. Oh, dat ruikt echt, echt heel lekker. Heel lekker. I like that. Ik ben benieuwd hoe het voelt als het straks afgespoeld is. En het grappige is, als je het af hebt gespoeld, kun je natuurlijk diezelfde bodycreme dan zonder suiker nog een keer gebruiken om het in te smeren voor extra zachtheid. Ja. Zeg maar. Want dit is nou al scrub. Maar dat werkt natuurlijk ook gewoon als je het nu afspoelt. Ja. Mijn hele arm is nu helemaal wit. Kijk maar naast mijn gezicht. Ja. Goed scrubben? Ja, nou bij mij is denk ik wel... Wil je je andere arm nog doen? Ja. Oké. Okay. Ja, want we hebben nou nog genoeg in het potje zitten. De hele hand zitten. Zit er ook onder, dus... Ja, we hebben genoeg in het potje en daarom hebben we dus ook het water. En daarom hebben we dus ook een bak water dus en een shirt met korte mouwen aan. Oh, ik ga alles over het staan. Dat geeft niet. Voelt echt lekker, hè? Ja. Ik ga even mijn hand ermee doen. En dit is dus een hele leuke DIY kit. Ik vind het echt leuk. Ik vind het ook heel leuk. En het is heel lekker en je kunt... Zo weer een totaal andere prijs natuurlijk. Ja. En er zullen ook vast wel liefhebbers zijn voor deze prijs. En vind je het niet leuk... Of je vindt het wel leuk, maar je denkt, nou, dit is niks voor mij. Reageer dan wel met het codewoord. En reageer ook gewoon met een leuke reactie. Want hoe vaker je gewoon reageert, hoe meer kans je maakt op sowieso iets. Nou, bij mij is het denk ik wel... Klaar, dan gaan we voorzichtig de bak water pakken. En dan dompelen we eerst even de handen erin. En dan voorzichtig over je onderarm. Oh, ja, ik voel het. Zal ik het eerst doen? Ja. En anders kunnen we niet met z'n tweeën in de bak. Zacht, hè? Ja, ik vind het al heel fijn. Oeh! Het glibbert ook helemaal, maar dit kun je net niet zien. Kun je de camera ietsje naar achteren zetten? Doe maar gewoon met je vinger. Nou, het statief een beetje prutselig, maar... Prutselig nat. Wow. En we weten dat deze video ietsje later online komt. Maar we hebben het gewoon heel druk, jongens. Want het zijn echt veel video's, 56 video's. 56 video's maak ik. Want 24 stuks heb ik ook nog. Nee, even iets minder... Met Jess, wat uiteindelijk op 56 aankomt. En die moet ik editen. En die moet ik plaatsen en uploaden. De teksten erbij schrijven. De eindkaarten erin toevoegen. Ja. De instellingen neerzetten dat je wel of niet de reacties openbaar hebt. En er zit gewoon heel veel werk in. Dus ik heb ook echt mega hallen onder mijn ogen. Want ik ben tot 2 uur 's nachts af en toe bezig. Dus ik vind het wel zwaar. Ja. Maar ik hoop dat jullie het allemaal heel erg leuk vinden. Ik ben schoon, dus ik pak mijn handdoekje. Ding, ding, ding. En ik heb een mini-mouse. Oh, het is wel lekker warm. Ja? Ja. Wil ik je zo even helpen? Gaat dat lukken? Dat denk ik. Je bent denk ik al zeiknat op je broek aan het worden, of niet? Nou, valt daar nog best wel mee. Dan hoef je trouwens niet echt te wrijven. Je kunt het ook gewoon droog deppen. Oh, lekker zacht. Vergeleken met mijn andere arm is deze arm echt heel zacht. Mijn armen zijn allebei zacht. Ja, jij wel, ja. Moet ik je helpen? Ja. Laat me liggen. Vandaar dat we ook alleen onze onderarm doen. Het zou ook een beetje raar zijn als we nou gaan filmen onder de douche of zo. Ja, dat gaat niet. Maar dit is wel leuk voor onder de douche. Je maakt je potje van tevoren klaar met een spateltje. Ja. Je neemt het mee voor onder de douche als je gaat scrubben dan, hè. Als je het gewoon als bodycreme gebruikt met honing of olijfolie, dan is het er juist voor na het douchen. Ja. En als je dan gedoucht hebt, droog je dan niet helemaal af. Dep je dan gewoon een beetje droog. Want als je het vermengt met een beetje vocht nog op je lichaam, dan wordt het nog zachter en trekt het nog fijner in. Ja. Voor hydratatie. Oh. Andere arm? Ja. 1, 2. Je hebt het zo hoog erop gedaan, dat je er bijna niet, kom een beetje bovenop hangt.
Nou. De hele tafel is hier nou echt helemaal mat. Ja. Maar goed. Alles voor de video's. Alles voor de video. Alles voor de video. Nou, pak je handdoek maar. Ja. Zet de bak even aan de kant. Alles is hier echt heel nat. En dan droog ik de tafel met mijn handdoekje. Ja. Zelfs nog een beetje over. Nou, dat is leuk. Je hebt echt maar weinig nodig. Ja. En dan zo'n grote tube. En dat zit dan in zo'n mooie doos. Dit zijn trouwens ook leuke cadeautjes om weg te geven. Ja, dat vind ik ook. Ik weet ook niet meer wat het kost. Het was volgens mij helemaal niet duur. Nee. Maar het is wel leuk om weg te geven natuurlijk als cadeau. Ja. Origineel ook trouwens. Ik vind het echt een aanrader. En een zakje suiker erbij geven. Zo, of olijfolie of honing. Ja. Toch? Droog even de tafel af. En zullen we de bak even aan die kant neerzetten. Dan schuiven we de camera weer een beetje deze kant op. Zo. Het is hier echt heel nat nu. Heel erg nat. Komt-ie. Daar zijn we weer. En dan hebben we ook nog om te winnen een set met huidverzorging. Ja. En even kijken, ik ga op mijn speakbriefje. Dus we hebben de DIY kit en de huidverzorging. Het huidverzorgingspakket, voor welke prijs wil jij meedoen? Dat mag dus ook voor een van je ouders zijn, zeg maar. Of je oma, of weet ik veel. En het codewoord is kruidvat. Ja. Maakt wel een leuke reactie mee. En even kijken, wat was het? Wordt door het PR-bureau zelf gestuurd. Dus het kan na kerst aankomen. Maar dan heb je gewoon een verlaat. Wat heb ik hier voor pakket? Eén ding heb ik al een paar weken getest. Want dit heb ik al een paar weken in huis. Ik heb een paar dingen. Ik heb een Intensive Purifying Clay Mask. Dit vind ik heel gaaf. Ik ga hem ook losmaken. Dit is hem. Maar ik ga hem nou losmaken. Het zit in een doosje. En er zit een bewezen resultaat staat erop. Daily Defense City Stem. Oké. Kruidvat Skin Science Intensifying Purifying Clay Mask reinigt de huid intensief van schadelijke verontreinigende deeltjes in het milieu om een frisse uitstraling te onthullen. De zelfverwarmende werking, dus het wordt dus warm op je huid, opent de huidporiën waardoor de natuurlijke ingrediënten een grondige en diepgaande werking kunnen leveren. Altijd nooit vergeten, een masker is een dieptereiniging. Dus nooit elke avond een masker op doen. Terwijl het echt een heel zacht masker is. Ja. Maar anders gewoon niet doen. Actieve kool werkt als een magneet. Kunnen onafhankelijk getest en bewezen resultaten bevordert een gladde huid. Nou, die kan ik op dit moment hier wel echt gebruiken. Dieptereinige werking verbetert het huidcomfort. 1 tot 2 keer per week een ruime hoeveelheid aanbrengen op een gereinigde huid. Vermijd contact met de ogen en lippen. Zacht op de huid immerseren in een opwaartse beweging, dus omhoog. En gedurende 10 minuten laten inwerken, afspoelen met ruim lauw warm water. Maar wat ik zo leuk vind is dat het geen tube is. Ja. Het zijn namelijk 4. Oeh, je hebt er ook 2? Ja. 4 kleine cupjes. Cupjes. Ja, die zien er heel mooi uit. Ja. Heel chic. Echt chic. Ja. En als je dit, ik vind 1 keer per week zou ik dit doen, dan kun je gewoon weer een maand met zoiets doen. Leuk ja, toch? Ja, ik vind het heel leuk. Dit gaan we nou trouwens niet proberen, want dit is echt iets wat, ik wil nou niet dingen snel in een video gaan doen. Nee. Ik vind het nou zonde. Dus maar goed. Wat gaan we nog doen? Dit zit in het pakket, dit gaan we lekker zelf een keer doen. Dit zit in het pakket. En het volgende is een Daily Defense City Stem Anti-Pollution dagcreme met een SPF 20 erin. Bewezen resultaat na 4 weken. Nou ja, dat zullen we dan wel zien. Versterkt de huidbarrière. Nou, dit kan ik echt wel gebruiken, jongens. Maar die hebben we ook nog in een Detoxifying Night Cream. En dit zijn dus ook een leuk setje bij elkaar. Ja. En dit zijn de flesjes. Heel mooi. Ja, vind ik chic. Ja. Zal ik er 1 uithalen? Ja. Dit heb ik ook nog niet getest, maar deze ga ik nog testen. Ik heb wel de afgelopen weken wat anders getest. Dat laat ik als laatste zien. Ja. Nou, hoe voelt je arm? Maar heel zacht. Heel zacht, hè? Ja. Ja. En dat ruikt heel erg lekker. Oeh, kijk nou. Dit is de fles. Wow. Dit is de dagcreme. En een nachtcreme kun je dan herkennen aan de donkerblauwe dop. Dat is ook wel makkelijk voor als je het verschil wil zien. Ja. Oh, net als met een pompje. Ik vind het heel mooi. Heel mooi. Ik vind ook trouwens steeds vaker dat Kruidvat zijn eigen merkproducten steeds luxer uitzien.
Ja. En dit is het laatste wat in het pakket zit, want je krijgt 4 producten dus. De bakjes met masker, dag- en een nachtcreme. En je krijgt een Daily Defense Citystem Advanced Protection Face Mist. Blue Light Protection Technology. Ik zal even gauw kijken. Versterkt weerstand tegen oxidatieve stress veroorzaakt door blauw licht. Bevordert de natuurlijke weerstand tegen schadelijke vrije radicalen. En verbetert het vochtgehalte van de huid in 2 uur tot 50%. Maar wat hier nou zo leuk aan is, dit is een spray. Een spray. En deze spray hoef je niet alleen op te doen onder je make-up. Nee. Ik kan dus nu gewoon een soort dagcreme. Een beetje drogen. Oh, dat ruikt wel lekker. Dat ruikt heel lekker. Ja. Het is gewoon verfrissend en je ziet dus niks. Dus je kunt gewoon bijsprayen. Als jij denkt, als je bijvoorbeeld in de winter heel snel een droge huid hebt, dan zou je dit gewoon kunnen bijsprayen halverwege de dag. En dat maakt je make-up dus niet kapot. Kijk eens. Nou, nice. Dus dit vind ik, hier ben ik echt heel blij mee. Heel goed. Goed, je krijgt dus 4 producten hiervan met het codewoord Kruidvat. Dus je kunt kiezen tussen een huidverzorgingspakket of een DIY pakket. Dat moet je aangeven. Maar we hebben nog meer. Niet om aan jullie weg te geven, maar wel van Kruidvat. En we willen het toch even laten zien voordat het weer te laat is. Jij hebt het op je telefoon staan, de informatie. Ja. Want ik heb gekregen, en dat is nieuw, een brow tattoo. Dat zullen heel veel YouTubers al hebben laten zien, maar ik wou het ook graag heel graag proberen. En dit is dus speciaal om je wenkbrauwen een soort, ja, te verven. Ik heb natuurlijk gekozen voor de donkerbruine. Ja. Dit breng je dan ook aan. En dat laat je even zitten, intrekken. En als het dan droog is, kijk, het is ook echt met een borsteltje, dat is een kwastje. Dat kun je op je haartjes van je wenkbrauwen aanbrengen. Dat laat je drogen. En dat trek je dan als een peel-off maskertje af. Kunnen natuurlijk wel eens een keer een klein donshaartje meetrekken. Maar daarmee zijn je wenkbrauwen dus mooi gekleurd. Ja. En dit is dan de Catch and Shine. Oh, Catch and Shine Hand Glow Mask. Ja. Deze heb ik ook specifiek gevraagd, maar die wil ik graag proberen. Dit ga ik niet in een video doen, want ik wil graag de tijd hebben om het lekker uit te proberen. Ja. Dus misschien plaats ik op Instagram later een foto. Ja, en deze maskers worden losverkocht. Nee, dat zijn de andere, lieverd. Oh. Geeft niet. Maar deze die kun je dus om je handen heen doen. En dat hydrateert lekker je handen. Voor in de winter als het droog is, is het helemaal fijn. Nou. En nou gaan we naar de maskers die Indy bedoelt. En die zijn ook van Catch and Shine. En die zijn zo leuk qua vorm, want het zijn champagneflessen. Ja. En dit is een Bubbly Purifying Face Mask. Start the day with a smile and finish it with a bubble. En dit is de Bubbly Purifying Face Mask Orange Sparkle. En dit is Pomegranate Pink. En deze maskers worden dus losverkocht voor €2,99. Bij Catch and Shine is het wel op is op. Want dit zijn altijd van die limited editions. Maar je krijgt ze gratis bij aankoop van 3 Essence producten. Of van Catrice producten. Of 1 iHeart Revolution product. Of 2 kruidvatverzorging of gezichtreinigingsproducten. Of 1 geur van de Master Perfumer of Catch and Shine. Ja. Dus bij best wel veel dingen krijg je zo'n masker gratis. Maar het geld op is op. Ik vind dit echt een hele leuke goedkoop. Ja, ik vind ze heel leuk. Weer leuk om als cadeautje weg te geven. Ja, het is echt heel veel schat. Dus als ik kijk wat ze allemaal hebben van Kruidvat, van Catch and Shine, van Kruidvat eigen merk. Dan wordt het allemaal gewoon steeds beter. En hoef je eigenlijk helemaal geen hele dure producten te kopen. Nee. Vind je wel? Ik vind het heel goed. Ik ook. Nou, je weet het codewoord. Je weet dat je mag kiezen tussen een huidverzorgingspakket of een DIY-pakket. En maak er een leuke reactie van. Wij zeggen maximaal 5 zinnen. En soms zeggen we, mag ook best wel een keer meer, maar niet zulke verhalen. Zagen iemand deze week reageren die op andere mensen reageren van, oh, je hebt te veel zinnen gebruikt. Dat was niet de opdracht. Dat beslissen wij. Ja. Wij beslissen wie dat goed doet of niet goed doet. En in dat toevallige lange stukje stonden ook nog complimenten naar ons. Dus niet eens alleen de opdracht. Dus nee. We maken er geen probleem van. Maar sommige mensen kunnen echt heel erg overdrijven. Ja. Maar dat geeft niet. Het gaat gewoon om dat niet iedereen zulke lange stukken schrijft. Nee. Dat is het gewoon. Maar goed. Dus, laat me weten wat je graag wilt hebben. Waarvoor je meedoet. En denk je helemaal van ik doe niet mee. Laat dan wel het codewoord weten. En maak er even een leuk verhaaltje van. Inclusief dat je niet meedoet. En wat wij heel erg missen de laatste tijd zijn likes. Likes op onze video's. We zien heel veel mensen die meedoen, maar we zien minder likes. En dat klopt niet. En wij gaan het nu ook nakijken.
staat je account niet openbaar bij je instellingen dat je de gelikte video's kunt zien, dan doe je ook niet mee aan die winactie. Ook niet van de afgelopen dagen. Nee. Dus zorg bij je instellingen dat je account openbaar staat, zodat wij kunnen zien wat je geliked hebt. Ja. En dat zijn natuurlijk al onze video's. Zowel adventskalenders als giftmas, als alle andere losse video's. Ja, nou, dat is duidelijk. En we hebben natuurlijk een filmpje geplaatst met ons adres. Niet ons adres, een adres. Voor kerstkaartjes, cadeautjes of iets dergelijks, fanmail. Kijk er nog even naar, want we zouden het heel leuk vinden als we aankomende week post ontvangen. Ja, maar goed. Dat was het. Dat was het. Jij wil graag eindigen. Ja. Nou, doe een duimpje omhoog. Vergeet niet op de abonneerknop te drukken, anders doe je niet mee. En druk op het belletje, want dan hoef je geen enkele video te missen van Giftmas of de adventskalenders. Want die moet je zeker weten liken. Ja, want we zijn er morgenochtend weer. En we gaan nu zo live op Instagram. Ja. En abonneer, abonneer, abonneer je hier op ons kanaal. Woe! Yeah. Doe je allemaal bedankt voor het kijken. En bedankt Kruidvat. Mwah!